Hey allemaal en welkom bij een nieuwe December Live. Ik neem hem even zo op, want I don't know of je het ziet, maar ik voel me echt beroerd vandaag. Ik heb een heel slechte nacht gehad, best wel vaak wakker geweest. Weer buikkrampen, dat heb ik deze week nog al een keer gehad. Ik kan geen link leggen waardoor, wat. Ja, in ieder geval, je ziet het vooral aan mijn ogen dat ik gewoon niet in de staat ben dat ik moet zijn. Ik heb zelfs echt heel hard getwijfeld om vanochtend werk af te bellen, maar ik heb werk overleefd, want daar kom ik nu net van terug. Ja, net, ik ben eventjes thuis, ik heb even geluncht. En nu ga ik de video voor jullie maken en zometeen ga ik even rusten, denk ik, want I don't feel very well. Ja, ik ga de kalender uitpakken, dag 2 alweer. Ik begin met de chocolaatjes. Misschien komt het wel door die chocolade. Die heb ik gisteravond nog gegeten. Maar door één zo'n klein eitje kan je toch niet ziek worden. Door één zo'n mini. Straks zit er weer salmonella in deze kinderen. Dat zag ik nog. Nou, in ieder geval eitje 1. De Kitty Bueno. En dit is ook kindermateriaal. Ik heb gewoon één grote salmonella bom gekocht. Nee, dat is niet waar. We hebben op werk ook van die Haribo snoepkalenders liggen, maar die zijn allemaal opengemaakt in de winkel. En ja, die liggen nu boven, dus we kunnen snoepjes eten ook in de winkel. Had ik gisteravond gedaan. Wie weet komt het ook daardoor, echt, the fuck, ja. Daar denk ik nu allemaal ineens aan. Maar een witte kinderbeno, nooit gehad volgens mij, voor zover ik weet. Dus ik ben wel benieuwd. Dan, ik ga eerst de Only You. Dan moet ik het weer heel mooi openmaken. Woep! Bijna mijn gezicht. Vakje 2. Heb ik dan een 3 opgemaakt trouwens? Nee, 2. Ik was even aan het twijfelen. Vakje nummer 2. Just the two of us. En this. Kijk hè. Volgens mij is het zo'n ding waarop je telefoon te doen. Zo'n ring. Ik krijg dit open. Oké, hier. Yes. Ja, kijk. Zo'n ding voor op je telefoon te doen. Ik ben daar zelf niet zo'n fan van, maar ja, kijk. Misschien komt het nog voor iets van pas. Zo. Wel jammer dat dit soort dingen daarin zitten. Want ja, ik verwacht toch. Als je er dan iets van gadget in steekt, hou het dan make-up gerelateerd of zo. I don't know. Of is dit in de vorm van, dan kan je je telefoon zo vasthouden terwijl je lippen aan het bijwerken bent. I don't know. Deze. En dan hebben we deze. Dan moet ik even goed zoeken. 8, 9, 21. Volgens mij moeten we naar de andere kant vandaag. Want hij heeft twee kanten, deze kalender. Ja, hier. Neerleggen. Zo. En dit is ook een gadget. Als ik hem eruit krijg. Namelijk. Een nagelveil. Is het niet een gadget vandaag? Ja, het is nog maar het begin van de advent. Dus ik hou eigenlijk niet van mijn nagels veilen. Ik heb dit op school in mijn opleiding zo vaak moeten doen. En ook bij anderen. En ik kan gewoon dat gevoel niet meer hebben ofzo. Het is echt het geluid. Je hebt mensen ook die het geluid niet kunnen hebben. Maar ik heb het echt puur met het gevoel. Op mijn vel en mijn nagel. Vooral op mijn nagel. Vind ik het echt niet fijn. Of het moet echt zo'n heel dun vuiltje zijn. Dan kan het nog wel. Maar liever niet. Oeps. Ja, het is een treurige dag vandaag. Ook in de advent. Dit is het leukst. Dit vind ik minder. Maar oké. Okay. Ja, verder heb ik niet echt veel te vertellen vandaag. Ja. Ik voel me nu wel oké hoor. Maar ik ben best wel moe. Omdat ik mijn slaap gewoon niet gehad heb zoals het hoort. Werk was wel oké. Okay. Ik was heel vaak in de war ook wel bij werk. Ik moest belegde broodjes maken. Dat zit in ons takenpakket.
En ik deed de domste dingen. Broodje Martino ging ik ineens sla opknallen. Wat een Martino tonijn moest worden, daar ging ik dan mayo op doen. Ik heb er dan nog zo'n streep Martino overheen gegoten. Echt, gewoon domste dingen heb ik gedaan. Echt, dat je dan denkt van... En het eerste uur voelde ik me echt zo wazig in mijn hoofd. En also, ik zei van, ik wil hier niet zijn. Waarom ben ik hier? Ik voel me niet lekker. Maar dan, op het einde van die dag, of ja... Mijn werkdag loopt dan tot de middag van 6 tot 12 uur 30. Dan kom je thuis en dan denk je, goh, ik heb het wel overleefd. Ook al gaat het niet 100%. Ik zit nu denk ik op 82. Zoiets. Maar ik ga me gewoon rustig houden voor de rest van de middag. Misschien even slapen zo meteen nog. Morgen heb ik avonddienst. Dus ik kan nog niet echt zeggen wanneer ik live ga kunnen. Of een video maken überhaupt. Want 's ochtends heb ik wat dingen gepland met mama om te doen nog. En om 1 uur moet ik hier thuis weg. Dus ik weet niet. Ik denk dat het voor nawerk gaat zijn dat ik de video pas ga maken. Dus ja, die zien jullie morgen ergens in de avond. En ik denk zondag ook. Want zondag moet ik uit eten in de middag met familie. Dus dan wordt het volgens mij ook eerder avond. Maar goed, je ziet het vanzelf. Trouwens, over de video van gisteren nog. Heel stom. Die was gewoon live. En wat er dan gebeurt als de live klaar is, dan wordt die opgeslagen. En moet die eigenlijk ook online komen. Maar het ding was, hij stond privé. Dus ik heb dat pas 's avonds gezien. Ik dacht, oh, even kijken hoeveel views ik al heb vandaag. En ja, daar stond 1. En dat was iemand die de live gekeken had. Dat zie ik dan wel gebeuren tijdens de live. En toen zei ik ineens, privé. Ik dacht, oh, zo kan ik geen views hebben. Dus die stond ook pas rond 9 uur ergens online of zo. Mijn excuses. Dat is een reden waarom ik denk ik toch van het live ga afstappen. Misschien kunnen we wel een keer een soort van, als daar vraag naar is, een live event organiseren. Maar dan met meer mensen. Dat jullie gewoon weten van, op dat moment ga ik live niet onaangekondigd een video maken. Dus laat het in de comments even weten als je daar interesse in hebt. En dan kunnen we misschien een keer op een moment gewoon echt met z'n allen live gaan. Dat jullie ook gewoon in de comments dingen kunnen zeggen en doen. Met misschien Q&A's-achtige toestanden of weet ik veel. Dus ja. Allee, dit was voor vandaag. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Bye!